waar ik eigenlijk even mee wil beginnen is, omdat het dus Koningsdag is, even het melodietje van het Wilhelmus met jullie doen. En het is dus eigenlijk ook heel goed om dit soort melodietjes zelf uit te zoeken. Ik ga het nu natuurlijk aan jullie laten zien hoe je dat moet spelen. Maar het is een hele goede oefening voor je muzikale gehoor om, als je zo'n melodietje hoort, zelf te kijken of je die noten op de gitaar kan vinden. Want je kan dus, als het goed is, horen of deze noot lager is dan bijvoorbeeld die. En op die manier zou je dus een beetje uit kunnen zoeken. Oh, ik hoor dat de noten omhoog gaan. Dan zou ik dat, ja, zou je dat gewoon uit kunnen zoeken. En dan soms maak je foutjes. En dan kom je er gaandeweg achter wat de goede noten zijn. Het is soms goed om daarmee te oefenen. Om zelf een beetje te kijken van, lukt het mij om een simpel melodietje te vinden op de gitaar. Zonder dat ik daarbij het op hoef te zoeken. Voor nu ga ik jullie natuurlijk gewoon vertellen hoe je het moet spelen. Maar ik wou toch nog even benadrukken dat het ook goed is om dat soms zelf uit te zoeken. Laten we even kijken naar... Ik ga maar één zinnetje, één stukje van het liedje doen. Ik ga niet alle 14 coupletten met jullie doornemen. Maar het eerste stukje en het eerste melodietje van het Wilhelmus begint als volgt. Helemaal niet zoveel noten. En we gaan het spelen op de E-snaar en de A-snaar. En je begint met je wijsvinger op de derde van de E-snaar. En dan gaan we gelijk over naar de derde van de A-snaar. Die kun je eigenlijk allebei met je wijsvinger pakken. En je glijdt dan als het ware af naar de A-snaar zo met je vinger. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Als je dat moeilijk vindt, zou je het ook in principe met twee vingers kunnen spelen. Ik vind het makkelijker om het allebei met mijn wijsvinger te doen. Sla je twee keer die derde op de A-snaar aan. Dat is je begin. En dan een stukje wat daarna komt, vereist dat je je pink eventjes gaat gebruiken. Je kan natuurlijk altijd, als je dat lastig vindt, ook andere vingers ervoor gebruiken. Ik geef gewoon aan wat ik denk dat de beste manier is om te spelen. Dus kijk daarnaar. Als je denkt van nou mijn pink, dat lukt echt nog niet. Doe het dan lekker met je ringvinger. Maar probeer niet te veel je eigen plan te trekken als je net begint met gitaar spelen. Omdat het ook wel gewoon belangrijk is om sommige dingen goed aan te leren. Als je namelijk 5 jaar lang verkeerde gewoontes hebt aangeleerd, is het heel lastig om daar nog van af te komen. Maar goed, we gaan dus. En dan gaan we naar. En dat is 5, 7, 8 op de A-snaar. 5 met mijn wijsvinger, 7 met mijn ringvinger, 8 met mijn pink. Dan krijgen we 5, 7 op de A-snaar. Krijg je. Dus 5, 7, 8, 5, 7. Krijg je nog een keer 5, 7, 8. 7. En dan 5, 3, 5, 3. Dus eigenlijk is het best veel herhaling. En dan nog een keer. Dus 3 op de E, 3 op de A, 3 op de A, 5, 7, 8, 5, 7, 5, 7, 8, 7, 5, 3, 5, 3. Spel nog één keertje langzaam en dan gaan we door naar het volgende. Dat is even hoe ver ik daar mee wil gaan voor vandaag.